Dit heet gewoon een dap. Sowieso. Maar wat doet deze dan? Dit is dan gewoon een dipdap, toch? Of heeft dat een naam? Ik vind dit gewoon een dipdap. Onder het motto ik kies jou zijn we hier in een nieuwe parcoursmap in Roblox. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. En ik kan ook verschillende karakters kiezen, ook deze minion. Maar ja, die minion kijkt gewoon heel saai. Wacht, als ik erop sta, waarom lukt het niet? Hallo? Dit werkt echt heel goed allemaal. Oh, oké. Ik heb één karakter gekozen en ik kan niet meer een ander karakter kiezen. We doen gewoon lekker Pikachu. Ik bedoel, Pikachu is gewoon schattig. En een parcoursmap, dat is eigenlijk als volgt. Je gaat gewoon lekker springen en ja, het is soms ook een beetje puzzelen van waar moet ik nou precies heen. Maar het is vaak van makkelijk naar moeilijk en jeetje, kijk eens even wat een groot parcours. Heerlijk. Ik heb deze nog niet eerder gespeeld. Als mijn karakter dood is, moet ik weer gewoon helemaal terug om een karakter te halen, blijkbaar. Hier, die gozer heeft een minion gekozen en die probeert inderdaad naar Spider-Man te gaan, maar dat lukt niet. Zal ik gewoon een Mario nemen? Dat is ook al vet. Kijk, want nu kan ik niet meer SpongeBob worden. Ik kan gewoon één karakter... En dan gewoon niet doodgaan. Als je doodgaat is je karakter ook weg. Pam padam pam padam pam. Heeft hij al een snor trouwens? Ja, ik wou net zeggen. Mario zonder snor is als een appel zonder moes. En op naar de smileys. Volgens mij is dit een beetje het algemene thema van deze server. Want die smileys in de vorm van een soort van visje. Die zie je dus overal terug in de ballon. Oh nee. Jawel, jawel. In het hoedje van die man. Zie je het? Ook hetzelfde icoontje. Ik dacht ook bij die oogjes van die ballonnen. Ja, ook toch? Ja. Of het is een soort schaar, dat kan ook nog. En dan op de Lego blokjes, waarom ook niet. Ik ben best wel fan van parcoursmapjes, ik weet niet waarom. Ik vind het op een of andere manier best wel een soort van rustgevend. Wat ik wel heel jammer vind, dat... Serieus, ik ben nu dood en inderdaad mijn karakter is helemaal weer weggehaald. En ik moet ook dingen opnieuw gaan doen. Wat is dit nou weer voor raars? Oh, je moet even wachten bij het streepje. Je moet even wachten hier zo, kijk, let op, even wachten en op een gegeven moment dan pakt hij hem en dan kan je verder lopen. Dat is gewoon een soort van checkpoint. Maar wat ik wilde zeggen is, ja, parcours is gewoon best wel heel erg leuk om te doen. En vooral dat je natuurlijk naar steeds moeilijkere sprongetjes gaat, maar dat hoeft niet altijd. Het ligt er ook gewoon aan van, ja, hoe die map dan in elkaar zit. Maar het is vaak gewoon lekker springen van de ene kant naar de andere kant. Het is ook gewoon een leuk patroontje, gewoon lekker in de midden belanden zo, maakt niet uit. En dan gaan we door. Kijk, dit vind ik ook wel heel erg leuk. Gewoon lekker op die zijkantjes. Van die kubusjes. En dan gaan we door naar de smileys. Ook weer met die... Ja, ik ben er nog steeds niet achter wat het zijn. Het lijken op scharen of misschien op visjes. Laat in de comments achter wat jij dit op vindt lijken. Oh, wacht eens even. Het kan ook op een soort kers zijn of zo. Kleine dunne balkjes. We krijgen de glasplaten. En ik weet niet of ik hem vandaag ga uitspelen. Het ziet er wel naar uit, want ik weet niet hoeveel laagjes die nog heeft. Maar daarboven bij die huisjes, daar moet ik zijn. En daar is denk ik ook het einde. Ja, dit vind ik altijd irritant. Je kan niet helemaal doorspringen, want dan heb je kans dat je er tussendoor heen valt. Hallo mevrouw, hallo. Oh, dit is natuurlijk al wat pittiger, kijk. Ja, het makkelijkste is om gewoon je beeld zo te draaien en dan gewoon alleen maar naar voren kijken. Zo, even stoppen. Gewoon even op je gemak. Zo. En dan niet vallen natuurlijk. En dan ben je snel bij de overkant. Dat ging net goed. We krijgen de bowlingballetjes of zo. Ook weer met die rare visjesogen. Weet je wat ik altijd vervelend vind bij parcours? Nou ja, niet vervelend, maar een beetje irritant. Dat je soms ook op bepaalde kleuren moet springen. En dan een van die kleuren de zakje doorheen. En dan moet je elke keer opnieuw om dan uit te vinden welke kleur kan ik dan nemen om verder te komen. En dat is soms best wel even puzzelen. Maar het is gewoon een kwestie van onthouden van kleuren. En ook gewoon uitproberen of je er niet doorheen valt. Dat is sowieso een dingetje. Het is niet echt een hele moeilijke map. Ik heb al veel moeilijkere mappen gespeeld. Maar je hebt ook wel eens van die, ja, van die mappen. En dan heb je echt duizend van die bepaalde checkpoints. Daar ben je echt zo lang mee bezig. Maar het is toch wel hartstikke leuk gemaakt. Vind ik persoonlijk. Ja, het gaat goed komen. Oh nee, ja, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Hier komt zo'n parcours dat je niet weet waar je naartoe moet lopen. Eerst op zwart ook niet. Oké, we gaan onthouden. We beginnen helemaal rechts. Dat is mooi. Gaan we dan helemaal naar links? Nee, we gaan niet helemaal naar links. Rechts, in het midden, dan waarschijnlijk links. Ja. En dan, wat dan? Midden? Oh, het was ook weer te mooi om waar te zijn. Je hebt 33% kans. Ik ben bij nummer 31. En we gaan snel door. Ik ben blij dat je niet elke keer moet overspringen. Dat deze bijvoorbeeld onzichtbaar is. Dat je dan van deze daar naartoe moet lopen. En van die weer daar naartoe. Dat zou echt wel heel ja, jammer zijn. Maar wel uitdagend. Serieus, weer een patroon? Nou, dan gaan we dit gewoon vol... En dan krijgen we de hoedjes. Ik vind dit gewoon hoedjes. Ik weet niet waarom. Beetje een raar hoedje, maar het is een hoedje. Ja. Gewoon niet tegen dat wit... Oh, je mag wel tegen het wit aanlopen. Dat scheelt. Ga nou... Oh, sommige mensen twijfelen ook dat ze niet doorspringen. Denken ze van ja,
Waar moet ik nou precies heen? Zo, ik ga je wel even inhalen. Hoppakee. Hij viel er serieus vanaf. Aan het eind is het altijd leuk, want meestal op het einde dan krijg je een soort van cheatcode. Zo noem ik het altijd. Oh, dit is wel weer een niveautje hoger, merk ik. Dan gaan we in het midden rechtdoor. Dan gaan we daar naartoe. Dan die kant. En hoppakee, checkpoint. Gaan we lopen over glas. Gebruiken we diezelfde tactiek natuurlijk. Gewoon van bovenaf. Lekker simpel. Zo, je kan in principe deze hele map wel voltooien. Bijna van bovenaf. Oh jee. Het gaat sneller dan je denkt. Zo. En we gaan over naar de onzichtbare ringen. Geloof het of niet, maar je kan er volgens mij niet doorheen vallen. Nee, zie je het? Oké. Had er wel bij gekund. Ik bedoel, ja, dat maakt het wel uitdagender. En we gaan naar andere Lego blokjes. En ik denk dat we bijna klaar zijn. Dat hebben we best wel snel gedaan. Ik bedoel, ik ben net 10 minuutjes bezig. Dus dat is mooi. Kijk, dit zijn wel visjes. Misschien heeft het toch wel een referentie met elkaar. Omdat ik zei van, zijn dit dan ook visjes? Want daar zien we ook visjes. Dus misschien is dat gewoon een hele leuke, ja, soort van Easter egg. Van joh, dit zijn echt daadwerkelijk visjes. En dan gaan we door op de balletjes. En die zijn dan wel wat dunner natuurlijk. Je kan ook gewoon deze skippen. Hoppakee. En hier komen we aan bij het einde. Dit is vet. We gaan met een tak naar boven. En ik heb serieus de nummer 1 ingehaald. Want er zat nog iemand achter me net. Hier even uitkijken dat ik niet ga vallen. Zo, en dan zijn we er. Yes! En een DJ staat hier ook weer met een dab natuurlijk. En verschillende gezichtjes. En ik denk als je daar tegenaan loopt... Ja, kijk. Nou, dat is toch wel mooi. Deze is ook wel leuk. Heb ik dan... Oh, dat is een beetje een raar gezichtje en een beugelbekkie. Oh, diegene gaat gelijk voor dat gezichtje. Nou, we hebben hier een dansvloer en we kunnen ook nog... Wat is dit dan weer? Dit ziet er ook echt heel vet... Wow! Ik ben super stoer nu. Ik weet ook niet wat ik... Paint yourself. Groen? Oh, leuk. Wow. Het is dus nog niet klaar. Er is nog meer te ontdekken hier zo. Met een glijbaan naar beneden. Dit is gewoon weer een complete map, joh. Dit is vet. En ik weet niet, is dit dan een nieuwe server? Of dit hoort er misschien wel bij? Ik denk dat dit erbij hoort. Maar het ziet er wel heel vet uit, dit. Moet je kijken, joh. Wauw, wat een grote map. En daarboven kan je dan weer alles halen. Ik vind het wel uitdagend. Zeg ik je eerlijk. Nou, ik ga niet meer verder spelen. Ik vond het heel leuk om weer even een keer te parcouren. In plaats van alleen maar de minigames spelen. En natuurlijk ook verschillende modes die we spelen in Roblox. En ook de pretparken die we bezoeken. Of Team Park Tycoon. Dus af en toe ook eens even een andere video van Roblox tussendoor. Laat vooral een duimpje achter. En volgende keer zijn we terug. Met natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Roblox op de woensdag. Doei doeg!